Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van PaardenpraatTV. Ik ga jullie vandaag meenemen naar stal. Wil je dat zien? Blijf kijken! Maar voordat we naar stal gaan moet ik iets verdrietigs vertellen. Het is gelukkig goed afgelopen, dat kan ik nu al zeggen. Maar Jack is in de sloot gevallen. En zoals je ziet is hij hier echt helemaal gewoon weggezakt in de sloot. En het is niet echt een soort sloot, het is een weiland wat overgaat in blubber en dan overgaat in een soort van blubbersloot. En ja, Jack is gewoon weggezakt. En ja, het was echt super zielig. Normaal moet je als een paard in een sloot valt wel eens de brandweer bellen. Gelukkig hoefden we nu niet de brandweer te bellen. Hebben we ze met touwen eruit gekregen van de manege zelf. En ja, ik schrok me helemaal kapot. En dit is een foto toen hij eruit kwam. Helemaal pikzwart. Jack heeft nog nooit in de sloot gelegen. Dus ja, het was echt heel sneu. En ja, gelukkig is hij nu weer helemaal schoon en helemaal opgeknapt. Maar wat het enge is met paarden, als ze in de sloot vallen, dan gaan ze eerst echt alles eraan doen om er zelf uit te komen. Echt springen, spartelen. Maar als het dan niet lukt, geven ze het soms op. En dat is heel eng, want als je ze dan eruit wilt halen, lukt het soms niet. Omdat ze gewoon echt denken van het lukt toch niet meer. En ja, dat is super zielig. Maar gelukkig bleef Jack meewerken. Is hij er nu uit, is hij weer helemaal schoon. En nou, gelukkig... alles goed afgelopen, niks aan de hand. Ik ga nu naar stal. Let's go. Ik ben op stal. En we krijgen iets heel moois, namelijk een nieuwe rand in de bak. Het wordt echt heel erg mooi. Ik ga nu allemaal hooi inladen, want ik neem altijd mijn eigen hooi mee. En Petra gaat de manen knippen van George, want zoals jullie weten, ging dat niet helemaal goed. Hey Peet, volgens mij mag ik er zelf niet meer aan zitten. Ja, absoluut geen schade in de buurt van de manen van dat hebben jullie bij opgezaald gezien, dat ging niet goed. Peet, waar ging het bij mij nog vorige keer mis? Heb je het kunnen achterhalen? Want dit is toch niet zo heel moeilijk? Ja, jij hebt het over boogjes knippen en zo. Ik ga gewoon rechtuit. Oké. Geen boogjes knippen, jongens. En niet te veel in één keer erover willen knippen. George, je kijkt gek. Ja, oké, dan heb je nog wat over inderdaad. Ja, ik heb nog een beetje spelen. Het wordt echt mooi. Ik hou van het korte. Dat staat lekker sporty. Ja, George, ik weet dat er heel veel... Andalusier lovers zijn die dit niet chill vinden, maar ik vind het mooier. Ja, het staat veel cooler. Oh, vind je het ook mooi? Heel mooi, ja. Je hebt je hoofd gestoten. Je hebt je hoofd gestoten. Oh nee, je moet eigenlijk ook een was hebben nog voor morgen. Je ziet er niet uit. George is nu lekker aan het eten. Ja, je bent lekker gedoucht hè, George? Oh, geniet je lekker van je lunch? Haakje overmaken. Je jeuk aan je hoofd een beetje. Lekker hè? Oké, hij is helemaal nat. Maar straks wordt hij lekker droog. En dan gaat hij zo mooi glimmen. Goed gedaan George. Kijk, je hebt lekker hooi. En normaal sta je thuis op stro. Maar hier sta je lekker op zaagsel. Dat is altijd, ik vind het altijd lekkerder. Etje is dat echt. Eet smakelijk. Ja, je hebt ook gedoucht, maar ja, jij bent zo knap. Hier alvast klaar. Ah, lekker. Wow, je bent echt alle kleuren nu. Gaan we lekker lunchen, George. Echt vet mooi. Vet mooie kleuren. Ik moet je even opletten. Ja, gaat nog goed, gaat nog goed. Nog veel meer over dit trainingskamp. Superleuk, fijn weekend en tot maandag!